Dekker Triemstra, die zontje de hier in de haardklasse. Hoe is die tarering aan de west? Nou ja, aardig. Wel wat wisselvallig. Ja, ik heb het last van mijn voet. Mijn achterkom dat ik een vorm van reuma heb. Dus ja, dat is lichaam. Nou, wie wil wat in de hobbel? Maar daar heb ik nog medicijn voor. En het trainen heb ik dit verder goed. Daar heb ik verder niks van overslaan. Dus conditioneel zitten we er prima op. En ja, goed, zin in ons seizoen. Mogen we beginnen. Nou ja, achterin ze, dat zal eerst wennen wezen. Wat gebeurt er in Santariering? Nou ja, dat wordt natuurlijk een soort ja, partijvorm. Maar ik vorm een matje, maar alleen geen perkbal, noor Jan. Er wordt een soort op praten, hoe steen je, een soort aandacht besteed onder het uitrin. Wanneer op je woord, wanneer op je net. Ja, het maakt op elkaar inspelen. Maar uiteindelijk heb je daar best in voor nodig om het echt lekker verinnen te litten. En je hebt natuurlijk de nodige keerservaring. Dus ik verwacht net heel veel problemen ermee. Het zal wel wennen wezen, nou zo'n hier Daniel achter die dan nou zo'n jonge man achter die. Nou ja, natuurlijk, dat is alles. Op een gegeven moment dan weet je van elkaar precies welke bal je stuit zou laten kennen, welke bal je geen laten kennen. En ja, dan viel je me kroon. En ik als simpele ding van hoe steen je verkeerd, wie zit links, wie zit rechts. Ja, op een gegeven moment dan ren je gewoon naar daar, want dan weet je het. Nou ja, dat ben ik ding, die mij al even op naar je kwad sluiten, maar naar je achterin ze. Maar dat maakt het wel leuk. Wordt het keertje ik oors verdijen, omdat er nog twaalf van die kanon bij die hesten als opslagers? Ja, denk ik wel. Je merkt het de laatste jaren naar Daniel soms in druk van de opslag was verleren. Ja, ik dagen erbij vanzelf, dan wie het prima. Maar ja, dat hij draai net echt hier de wienerbal iets makkelijker. En dan moest je misschien wat meer faceren als vriendje. Alhoewel, ja, elke mooie bal die wil ik toch boven slaan. Maar ik denk nou maar met Matjes en Magetane. Ja, had die man ze de goed voor hebben. En dat is misschien wat cliché, maar ja, dan hoef ik alleen maar keertje te lezen. Wordt er zeker praten dan in nou al van oké, okay, als we keertje achter middeline hebben, dan ben je wel een hele mooi. Nou ja, dat heet wel over zelf. Hè. Die man die hebben bij de San opslag als inderdaad een keertje bij de middeline of achter middeline hest. En de bal horen ze ervoor. Dan ben je gewoon heel moeilijk te passeren. Dat weet je. En dat wie Bagadana weet je het al heel lang. En Tjesse die is gewoon elke keer groeit. En ja, als die jongen ook opslaan, je hebt een hele natuurlijke, mooie, soepele opslag. En die had een heel soort gang. Ja, ken je die bal mooi aan. Maar ik had die plaatst, dan kan hij wat doseren, wat minder gang erin. Ja, ik vind Tjesse een geweldige opslager. En ja, ik hoop dat het eruit komt dit hier. Van waar je nota nota wat op trainingsjoen heb ik. Ik zie in ieder geval wat een smile komt. Dat is denk ik wel, ik heb er uitdaging. Ja, het is wel voor even oors. Natuurlijk heeft er altijd zin in en elke partij op zich wil je graag winnen. Nee, daarvoor ben ik sportman. Maar nee, het is leuk om met Jesse te keertsen. En gewoon weer even wat oors. En ja, nou, uw dag is zo.